Toen Microsoft zijn eerste Surface tablet presenteerde, kon je kiezen uit twee soorten. De goedkope Surface RT en de duurdere Surface Pro. En ondertussen zijn we alweer bij de derde generatie Surface tablets aangekomen, maar tot voor kort was er alleen die dure Surface Pro 3 te krijgen. Tot nu, want we zijn net bij Microsoft langs geweest en daar hebben we voor het eerst kennis kunnen maken met de goedkope versie van de Surface Pro 3, de Surface 3. De Surface 3 lijkt enorm op de Surface Pro 3. Het is namelijk nog steeds een tablet met diezelfde stevig aanvoelende magnesiumbehuizing, maar dan een slagje kleiner. In plaats van een 12-inch scherm heb je een 10,8-inch scherm en de resolutie is omlaag gegaan naar 1920 bij 1280 pixels. Het is nog steeds een IPS-scherm dat goede kijkhoeken en die unieke 3x2 beeldverhouding heeft en die bevielen ons bij de Surface Pro 3 al erg goed. Behalve kleiner is de behuizing bijna 200 gram lichter dan bij de Surface Pro 3. Maar door het kleinere formaat voelt de tablet nog altijd best zwaar aan. Die behuizing is ook dunner en dat komt onder andere doordat er gebruik gemaakt is van een quad-core Atom processor van de Cherry Trail generatie. Die processor is hartstikke zuinig, waardoor je geen actieve koeling nodig hebt en waardoor de accuduur ook 10 uur zou moeten bedragen. Maar Cherry Trail is wel een stuk langzamer dan de Haswell processor van de Surface Pro 3. Tijdens de korte periode dat we de Surface 3 konden testen, liepen de Windows apps wel vloeiend, maar de CPU zal waarschijnlijk moeite krijgen met zwaardere software. Een ander processor en behuizing dan de Pro 3 dus, maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Er is wederom een microSD-slot aanwezig en wie wil kan nog steeds een stylus en een typecover erbij kopen. De typecover is eigenlijk een versmalde variant van die van de Surface Pro 3, nog steeds met achtergrondverlichting en hij typt ook ongeveer hetzelfde. Prima voor zo'n dun toetsenbordje, maar het is niet echt geschikt voor het tikken van langere stukken. Tot slot zijn er nog twee kleine, maar opvallende wijzigingen. Opladen gaat nu namelijk gewoon via micro-USB, wat heel praktisch is, want daardoor hoef je dus niet altijd een speciale Microsoft-adapter bij je te hebben. Wat minder praktisch vinden we de kickstand. Die kon je bij de Surface Pro 3 traploos verstellen. Maar bij de Surface 3 is er alleen maar de keuze uit 3 vaste standen. Op 7 mei ligt de Microsoft Surface 3 in de winkel. De goedkoopste versie heeft 2 GB werkgeheugen en 64 GB opslag, terwijl de duurdere versie 4 GB geheugen en 128 GB opslag heeft. De goedkoopste versie gaat dan €609 kosten en tegen die tijd hopen we ook een uitgebreide review te kunnen maken om te zien of die nieuwe Surface 3 zijn geld waard is.